Dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op dit YouTube kanaal. Vandaag gaan we weer Call of Duty doen, want ja, we hadden het natuurlijk beloofd dat het op zaterdag zou komen. Nou, ik heb besloten toch op de zaterdag Formule 1 te doen, aangezien ik Formule 1 toch wel weer een beetje leuk vind. Ja, Call of Duty, de beta. We hebben natuurlijk al één video geüpload waar jullie één potje in zagen. Vandaag gaan we er twee doen. Het kan zijn dat het twee keer Domination is, maar het kan ook zijn dat het twee keer Team Deathmatch is. Kan ik niet beloven, want het ligt er gewoon aan in welke twee potjes we rollen. Nou, we weten natuurlijk van Modern Warfare dat het eigenlijk gewoon een update is voor Modern Warfare 2. Alleen heet het nu Modern Warfare 3. Maar wat we ervan horen is dat het eigenlijk alleen een update is. Call of Duty verkoopt het als een nieuwe spel. Maar eigenlijk is het spel heet ook Call of Duty volgens mij op Steam nu. Dat heeft een reden, want ze willen eigenlijk een soort van menu worden van alle Call of Duty games. Hier zie je het ook bijvoorbeeld van Warzone. Hier zie je Modern Warfare 2 dingetjes. En hier zie je legacy games zoals Cold War die ik heb. En Vanguard die ik hier op de CD heb. Oké, nou, wij gaan in ieder geval potjes Call of Duty open beta spelen. We gaan gewoon naar het eerste potje, dames en heren. Ik zie jullie daar. We komen vandaag in een potje Team Deathmatch terecht. En dat is voor het eerst volgens mij dat ik Team Deathmatch speel in deze beta. Want je kan alleen kiezen uit Mospit. En dan wordt er voor je gekozen of je in een Team Deathmatch potje komt. Of in een Domination potje. Of in Kill Confirmed was het. En nog een andere game mode. Dacht ik. Nou, in ieder geval heb ik hier wel een plekje op. Volgens mij heb ik dit dan al wel eerder gespeeld. Of deze map is meer dan alleen Team Deathmatch. In ieder geval kan je hier op de hoogte. Alleen, ja, de trappetje nemen is vaak ook wel handig. Kut. Ja, dat was niet handig. We hebben in ieder geval 2 kills. En we zijn voor het eerst dood gegaan. Dus dat maakt op zich nog niet heel veel uit. Ik zal het geluid eventjes wat harder zetten. Ik hoop dat het nu goed staat. Oh! Aan welke kant werd ik beschoten? Ik zie hier eentje lopen. Mooi, assist kill. Maar we gaan er volop. Ik moet altijd inzoomen of zo. Ik weet niet waarom dat altijd is, maar. Is het de tweede keer dat ik dood ben gegaan? Double kill. Ik dacht even dat er weer eentje doet. Oké, ja, dit. Oh. Hij komt hier. Zit daar eentje boven, volgens mij. Ze komen hier nu achter ons. Ze lopen gewoon langs je gewoon. Wat is dit, joh? Ja, ik wou het zeggen. Loop je er nog lang langs? Jemig. Moeilijk, hoor. Oh, er zat er eentje. Ja, dat ook geloofd. Dan ga ik wel dom dood. Ik wil eigenlijk weer die trap opkomen. Weer een assist kill. We staan voor, toch? Oh nee, achter. Ik meen dat we door stonden. Ah, dat is een beetje jammer. Dat het één keer drukken na het scoren wordt. Headshot blijkbaar. Blijf hier zitten, denk ik.
Die kan ik zo makkelijker zien. Nou heb ik ook nog een beetje beschutting. Oh, ik kan hier ook wel zitten, denk ik. Dit doen we best prima. Het is een beetje campgedrag, maar ja. Wifi? Hij vindt schuld. Geen idee wat dat ding doet. Oh. Nou, dat is een beetje jammer. Ah nee, het is tegenwoordig tot 75. Ik dacht tot 100. Ah, jammer. We hebben 3 puntjes verloren. Maar dit was echt een redelijk snel potje Team Deathmatch. Normaal doen we 10 minuten. En nu dus zet ik op de opname op 5. Volgens mij gingen wij nog lang niet zo slecht, toch? Ondanks ons campgedrag. 14 om 4. Nee, 14 om 7. Ah, dat kan beter, maar het is ook niet per se slecht. Dat is op zich prima gedaan. Nou, dames en heren, gaan we op naar het volgende potje. Zie ik jullie daar. Oké, dames en heren, zijn we aangekomen voor het volgende potje. En ik denk dat ik Kul Confirm toen op deze map heb gespeeld. Want we zitten opnieuw in deze map. En dit keer spelen we Kill Confirmed, maar volgens mij wel. Of ben ik hier gewoon nog nooit geweest? Nee, het is dezelfde map. Nee, het is niet, het is wel dezelfde map, laat maar. Oh, er zit er eentje in. Ja, alleen moeten mijn teamgenoot even die dingen oppakken. Ja, ik denk top. Enemy. Ah, ja. Holy moly. Ah, we hebben geen keuzes. Nee, nee, ik wil dat ding oppakken. Ah, dus deze keer dat ik zo ben gegaan. Hi. Och ja hoor. Was de snipper. Er zit er eentje in mijn controller te praten. Even hier. Waar zit hij? Ja, aan de zijkant. Ah, fuck. Daar mag gewoon weer dik achter, hè? Nou, zaten er dus 2, dat had ik niet gezien.
best wel scheel. We gaan dit gewoon ook keihard verliezen op dit moment. De enemies zijn beter en kill confirmed dan ons in ieder geval. Ah, jammer dit. Ja, dat is het ook. Hij zegt het ook, want ze zijn overal. Dat was te wachten. Je moet toch gewoon die comeback maken, maar dat is nog lang niet zo makkelijk. Ja, vooral niet als je zo gaat spelen. Mensen zijn zoveel beter in dit spel dan ik ben. Oh fuck, zit hij achter mij? Ja, dan heb je daar natuurlijk ook weer niks aan. Waar? Oh, achter mij. We gaan echt hard onderuit, man. Ja. Gaat alles behalve de goede kant op dit. Hey, ik was er bijna. Ze zijn echt overal gewoon. Dat is gewoon het hele probleem. Hebben verloren. Nou ja, dat zat eraan te komen. Nou, dames en heren, gaan we op naar het laatste potje van deze video. Volgens mij is de map rust er alleen in Mospit, want we spelen ons derde potje ook in dezelfde map. En daar word je natuurlijk een beetje moedeloos van als kijker zijnde. Gelukkig hebben we wel weer een potje Team Deathmatch voor jullie, wat hoogstwaarschijnlijk weer 5 minuten duurt. Ik wil zo snel mogelijk naar die campspot toe, want dan kan het wel goed gaan. Elke keer maar blind door de map lopen, heeft ook geen zin. Uiteindelijk ga je dat toch wel doen. Team Deathmatch. All operatives, you're clear to engage. Dit had ik ook niet anders verwacht. Ik krijg geen tijd om te schieten. Ja, dat is één. Kijken waar de tweede zit. Ik zag het. Hier is het slagveld. Je kan beter niet hier zitten.
Schrap me deze dus, weet je dat? Daar zit er eentje. Team met oppassen. Ik zit laag in het ammo. Moeten we mijn pistooltje doen. Lekker gaan met het pistooltje. Campen met een pistooltje. Volgens mij komen ze allemaal aan deze kant. Moet ik raken met dit ding, joh? Waar staat hij, hè? Als jij dood gaat, dan pak ik jouw wapen. Als ik hier niet eerder dood ben. Kijk, we gaan erop. Ga proberen voor de knife. We hebben weer wat ammo. En het nadeel is dat ik hier geen koffer heb. Nou, wij gaan nu best goed. Mensen hebben sowieso gezien. Oh, ik ben geraakt door mijn eigen ding. We gaan het winnen. En niet door mijn kills. Ah, 13 kills, dat is niet slecht hoor. En weer heeft het potje ongeveer 5 minuten geduurd. We gaan nu wel richting de 6 minuten dan, maar... Ja, nee, ik heb de laatste kill. Hij was dan al low. Nee, ik heb hem niet eens geraakt, toch? Het zal, ik heb blijkbaar de laatste kill gemaakt. Met 13 keer, ik heb 13 keer iemand gekilled. En 4 keer ben ik doodgegaan. Ik heb 4 assisten. En heb een KD van 3.25. Ja, dat is natuurlijk wel eens lager geweest. Dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video van de Open Beta van Call of Duty. Ik weet nog niet of ik het spel daadwerkelijk ga kopen. Het is wel de bedoeling. En anders zien jullie er meer content van en livestreams. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En dan zien we jullie graag later bij de volgende video. Later mensen.